Hallo, op naar onze vrienden Lou en Lena. Zij vertellen ons meer over het onderwijs. Zeg eens Lena, weet jij waarom kinderen naar school moeten? Vandaag heb ik geen zin om te gaan. Ik blijf liever thuis. Maar Lou, we leren zoveel leuke dingen op school. En weet je, naar school gaan is een recht voor alle kinderen. Toch vraag ik me af of dat in Afrika ook zo is. Zullen we eens een kijkje nemen? Lena heeft gelijk. Onderwijs is een recht voor alle kinderen. Hier in Burkina Faso, een van de armste landen van de wereld, gaan de kinderen ook naar school. Net zoals jij. Op school leer je niet alleen lezen, schrijven en rekenen, maar je leert er ook vrienden maken. Alle kinderen in de wereld hebben het recht om te leren. Het maakt niet uit of je een jongen of een meisje bent, zwart of blank, rijk of arm, of je in de stad woont of op het platteland. In Burkina Faso gaat maar de helft van de kinderen naar school. Heel wat van die kinderen halen zelfs het zesde leerjaar niet. Daarom zijn de meeste volwassenen analfabeet. Dit wil zeggen dat ze niet kunnen lezen of schrijven, want ze zijn nooit naar school geweest. Of toch niet lang. Maar waarom gaan de kinderen niet naar school? Wel, Lou en Lena, let maar eens goed op. Er zijn verschillende redenen. In Afrika liggen sommige dorpen diep in de wildernis. Soms liggen die zelfs zo ver weg dat er geen wegen zijn. De kinderen gaan er te voet naar school en soms moeten ze kilometers stappen om de school te bereiken. Ik weet waarom de kinderen niet naar school gaan. De school ligt erg ver weg. Ja, Lena. En soms is er zelfs helemaal geen school. Dan beginnen sommige ouders er zelf aan. Hier hebben ze zelf een school gebouwd met de dingen die ze hebben. Hout en stro. Zoiets noemen ze hier een school onder een rieten dak. Ik zie dat er geen muren zijn. Kunnen de leerlingen zo aandachtig de les volgen? En wat doen ze dan als het regent? Of als het snikheet is? Een rieten dak, dat biedt toch niet genoeg bescherming? Er zitten heel veel kinderen in de klas. Allemaal zo dicht bij elkaar. In dezelfde klas zitten er meisjes en jongens van alle leeftijden. Er zijn niet veel boeken. Er is ook niet veel materiaal. Goed zo. Jullie hebben al heel wat redenen gevonden waarom sommige kinderen stoppen met school. Er zijn nog andere redenen. Laten we even een kijkje nemen in een stadsschool. Oei, hier zitten nog meer leerlingen in de klas. Dat is dikwijls zo in een land met te weinig scholen. Er zitten heel veel kinderen in één klas. Soms meer dan 100. Ik heb gehoord dat veel kinderen in Afrika niet naar school kunnen gaan, omdat ze hun ouders moeten helpen. Dat is zo, Lena. In Afrika moeten sommige kinderen hun ouders helpen om te overleven. Ze helpen op het veld, halen water of hout, zorgen voor de dieren, helpen het eten klaarmaken of letten op hun broertjes of zusjes. Zo leren ze inderdaad wel nuttige dingen en dat is goed. Behalve dat... Dat ze geen tijd meer hebben om naar school te gaan. Je hebt het volledig begrepen, Lou. Ook al moeten kinderen thuis helpen, het mag geen reden zijn om niet naar school te gaan. Zijn er nog andere redenen? Misschien gaan ze niet naar school omdat hun ouders te arm zijn? Ja, of ze stoppen ermee omdat ze niks begrijpen. Op school spreken ze Frans, maar thuis spreken ze een of andere Afrikaanse taal. Of omdat er veel leerlingen in één klas zitten, kunnen ze niet goed meedoen. Ze moeten zwijgen,
naar de meester luisteren en herhalen wat hij zegt. Troepo, 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 troepo. En aangezien ze niet naar school geweest zijn toen ze nog klein waren, zijn ze dat allemaal niet gewoon. Hoezo? Zijn ze niet naar de kleuterschool geweest? Nee, Lena. In Burkina Faso zijn er bijna geen kleuterscholen. In dit dorp wel. En dat is heel uitzonderlijk. Door eerst naar een kleuterschool te gaan, leren ze al hoe het er in de lagere school aan toe gaat. Als kinderen eerst naar een lagere school gaan, is de kans groter dat ze naar school blijven gaan en hebben ze later meer kans om een beroep te leren. In het kleuteronderwijs leren de kleintjes allerlei dingen. Ze leren dingen die belangrijk zijn voor hun gezondheid. Hoe ze hun handen moeten wassen bijvoorbeeld. Ze leren er ook hoe ze moeten samenwerken. En ze leren samen liedjes zingen. En ze leren al een beetje schrijven. En als de kleintjes naar school gaan, dan moeten de grote zussen en broers ook niet meer op hen passen. Zo kunnen ze allemaal naar school gaan. Goed gezien, Lena. En weten jullie wie de kleuterjuffen zijn? Het zijn jonge mama's die een opleiding kregen dankzij Plan. Oh, tof! Die mama's beseffen dat school heel belangrijk is voor hun kinderen, van kleins af aan. Ja, zoals al de ouders die hun kinderen naar school sturen. Zowel de meisjes als de jongens. En die interesse tonen voor de dingen die hun kinderen leren op school. En die af en toe met hun leerkracht praten. Of de ouders zitten in de ouderraad en zoeken oplossingen voor de problemen op school. Dus Lou, wat zou jij zeggen tegen een kind dat geen zin heeft om 's morgens naar school te vertrekken? Oké, ik begrijp het al. Naar school gaan is heel belangrijk. En jij? Waarom ga jij graag naar school? Dag vrienden, tot de volgende keer. Dag, tot ziens iedereen. Dag.